Welkom bij Gewoon Doen TV, aflevering 196. Loes gaat vandaag naar Creatief toe in een nieuwe vlog TV. Kom erin! Welkom bij een nieuwe vlog TV. We staan hier bij Creatief. We gaan eens kijken wat ze hier allemaal maken. Al die spullen die hier staan gemaakt? Ik heb ze niet allemaal gemaakt, maar de spullen die hier op de tafel staan, daar heb ik wel aan gewerkt. Nou, die zijn wel mooi. Oh, dankjewel. Ja, die gaan we proberen te verkopen. Hoe lang doe je over zo'n dienblad? Oh, een dienblad, meestal een paar weken. En ja, klopt, eerst dan wordt het opgetekend, dan wordt het geverfd, dan worden er randjes omheen gemaakt. En soms, en dan is het klaar. Hoe kom je op het idee om deze leuke vogelhuisjes te maken? Nou, dat ik bijvoorbeeld op het idee gekomen ben met dat huis, is omdat ik vond dat dit op een huis leek. En toevallig, dit heb ik bedacht omdat dit gewoon op een stal leek. Deze paddenstoel heb ik bedacht vanwege natuur. Omdat het een onderdeel van de natuur is. En bijvoorbeeld deze appels heb ik ook bedacht. Omdat vogels appels eten. En hoeveel werk is dat op één vogelhuisje? Het ligt er net aan wat je erop maakt. Bijvoorbeeld deze, dat was echt heel veel werk. Die ramen hier zo precies. Verkopen jullie deze vogelhuisjes ook? Ja, die verkopen we. Voor 5 euro verkopen we ze. Ja, ze zien er wel erg mooi uit. Hanneke, wat komt er op die schaal te staan? Een vogel. Een vogel. Eén of meerdere vogels? Eén vogel. Want jij vindt vogels wel leuk, hè? Ja, dat vind ik een leuke vogels, hè? Ja. Wat staat er op jouw vogelhuisje staan? Ja, ik zal hem even laten zien. Ja, doe maar. Dit is het vogelhuisje wat ik gemaakt heb. Daar ben ik ook best wel even mee bezig geweest. Heb ik eerst even die tekening uit zo'n boek gehaald. En toen was ik even aan het nadenken, wat is mooi voor een de achtergrond. Daar heb ik een beetje meer dat een beetje neutraal blauw gepakt. En toen dacht ik van, oh, misschien is het wel een leuk idee om de slangetjes op te maken. Dus daar heb ik een beetje een soort reptielhuisje van gemaakt. Goed bezig. Zeker weten. Kitty, wat doe jij zoal hier? Wij zorgen hier met Rian en Christinette, met onze vrijwilligers, dat we een leuke dag doorbrengen met z'n allen. Een creatieve dag, waarin we alle producten die jullie nu gefilmd hebben ook proberen te maken. En dat je, als je iets maakt, dat het ook netjes moet zijn wel. He, dat het goed afgewerkt is, he, dat de verf netjes is, dat het goed afgewerkt is. En in welke winkels verkoop je ze zowel? Nou, er liggen nou wat spulletjes bij de Natuurwijzer hier in Horst. En bij de dierenwinkel staan de vogelhuisjes. Maar we zijn nog wel eigenlijk op zoek naar wat plekjes waar mensen onze spulletjes neer zouden willen zetten om te verkopen. Lief en goed open.
beste kijker van Gewoon Doen TV. Ik heb een vraag aan jullie. Voor het Gewoon Doen mediateam ben ik op zoek naar een flexmedewerker. Iemand die het leuk vindt om af en toe ons te komen helpen. Gewoon Doen TV te maken. Ben jij dat? Of ken jij iemand? Laat het me weten. Ik hoor het graag. Dit was Gewoon Doen TV voor deze week. Kijken jullie volgende week weer? Gewoon Doen!